Je kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. Er liggen wolken in de aanvoer ten zuiden van Nederland. Maar die wolken zijn niet altijd even dik. Vooral voor het noorden zijn het dik sluierwolken. waar de zon misschien waterig doorheen schijnt. In het midden en vooral in het zuiden valt af en toe wat lichte regen. De meeste in het zuidoosten van het land. Maar ook daar zal het hoofdzakelijk regen en motregen zijn. Temperaturen. Oplopend naar 11 graden in het noorden en graad of 9 blijft het in het zuiden van het land. En daar ook vanmiddag nog kans op wat regen of motregen. In het midden is het kans al een heel stuk kleiner en in het noorden is het droog. Vanavond in het noorden droog weer met opklaringen en die opklaringen willen langzaam terrein. Op hetzelfde moment trekt de laatste regen het zuidoosten uit. Voor morgen staat dan een dag met veel zon op het programma. Soms wat wolken, maar die zijn vriendelijk. Het blijft droog en het wordt al zo'n 12 graden. Er waait een matige wind uit het noordoosten. Die wind die gaat draaien naar het oosten tot zuidoosten en later naar het zuiden. En dat betekent ook aanvoer van warmer weer. Voor de zaterdag bijvoorbeeld al 15 graden op de thermometers. Zondag gemiddeld 18, met lokaal misschien wel een 20 in het zuiden. En het blijft beide dagen meest droog. De kans op regen is maandag wat groter. Maar ook dan is het nog vrij zacht. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl.